Al met al is die Henderson natuurlijk ook een aardig van niks. Maar dat heb ik van tevoren gezegd, joh. Dat is een ijverige jongen op het middenveld, maar die voegt niks toe. Ja, daar hadden wij een hele discussie over gisteren. Wim vindt het echt een fantastische speler. Wimpie? Ja, die zegt ja. Echt waar? Had je net zo goed van de bomen of... Ja. Maar waarom vindt Wim hem zo fantastisch? Ja, hij zet de lijnen uit, hij paast altijd juist. Welke lijnen? Ben je ja, gek? Dat is de vraag. Ja, obligaat is het. Ja, ik vind het ook niet... onbegrijpelijk dat die man in het zelfs al gezinnetje is. Maar buiten dat, Johan, als je dat geldt voor Wijnaldum ook, die moet je toch niet meer oproepen voor het Nederlands elftal, man. Die nemen afscheid van het voetbal, man. Ja. Die gaan daar spelen voor 30 jongens met zo'n jurk aan. Ja. En die krijgen een groot salaris overgemaakt. Ja. En die trainen een beetje overdag. Maar die hebben afscheid van het voetbal genomen. Maar wat zou dan de reden zijn, Koeman met zijn hele staf, om hem er toch bij te halen? Ja, omdat Koeman vindt dat de Nederlandse competitie geen maatstaf is. Nee, maar die komt er snel. Dus hij... Nee, ook niet. Maar dan heeft hij het nog over iemand die dan nog wel bij Liverpool gespeeld heeft. Ja. Maar hij is gewoon bang dat Veerman, dat die jongen van Feyenoord, weet je, die Wiefer, dat allemaal leuk is, maar dat internationaal niet kan. Ja, dat kan wel. Ja, Frenkie er nu niet bij, natuurlijk, dus dat scheelt ook nog. Ja.